Goedendag. En daarom heb ik een afspraak met dokter Michel Zaal. Michel, dank je dat we hier een kijkje mogen nemen. En wat ik begrepen heb, is dat jullie heel veel verschillende disciplines hebben. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Het is een heel breed vakgebied. Mm-hmm. Er zijn heel veel professionals nodig om het een en ander in kaart te brengen. Mm-hmm. Orthoptisten, optometristen, technisch oogkundige assistenten. Laten we zeggen, van allerlei plamages. Zeg maar. Mm-hmm. En dankzij de inzet van al die mensen kun je in feite de diagnose en de therapie die noodzakelijk is bepalen. Hoe is het met de bril, zeg maar? Kan je daar goed mee zien? Ik heb hem alleen nog gewoon op als ik moeie ogen krijg, doe ik mijn contactlens uit. Okay. Maar ik kan me voorstellen dat als je zoveel verschillende disciplines hebt, dat het ook een enorme administratieve romslomp met zich meebrengt, toch? Zeker. Er is zoveel informatie van de informatie van mensen, informatie van apparatuur. Dat wil je samenvoegen in het elektronisch patiëntendossier, mm-hmm. maar dat kost natuurlijk tijd. Dat moet efficiënt. Dus ik denk dat we om die reden dus gekozen hebben voor een andere praktijkvoering, waarbij de praktijkassistent ons helpt, de arts in dit geval, om de gegevens op een juiste manier op in te voeren. Dus de assistent wordt ook echt actief betrokken bij het hele spreekuur van A tot Z? Zeker, en ook met de verantwoordelijkheid. Want je moet zorgen dat het proces, met name de informatie die in het dossier terecht wordt te komen, dat die ook compleet is. En het tweede is dat er ook de correspondentie goed geregeld is. Ja. En ook welke patiënt aan de beurt is, de hele praktijkvoering. Dus je kan ook de arts natuurlijk corrigeren. Maar dat is enorm vernieuwend als ik dit zo hoor. Ja, zeker. Het is zo dat in Nederland is het niet gangbaar dat een medisch specialist het gesprek met de patiënt voert in het bijzijn van anderen. Ja. Het tweede wat denk ik vernieuwend is dat je dus jonge mensen die echt het vak willen leren, direct erbij het spreekuur betrekt, wat ook een groot voordeel met zich meebrengt. En het derde wat vernieuwend is denk ik ook dat het, als het gaat om de hygiënische maatregelen, dat je dus in feite je handen vrij houdt. Ja? Hallo, mag ik nog even storen op de vouwreep? Ja. Hoe ging het? Nou, geweldig. Ik heb nieuwe lenzen aangemeten gekregen. Dus ik kwam nu voor controle om te kijken of alles goed is. En alles is in orde. Oh, dat is perfect. Dus ik kan over een half jaar terugkomen. En ik moet zeggen, de arts die mij, dus waar ik bij onder controle ben, mijn dokter Zaal, die neemt ook echt de tijd voor je. Dus dat vond ik wel heel geruststellend. Dat is toch wel even wennen weer aan nieuwe lenzen. Ja.